Thank you.
Benny. La suite. Lieve mensen, goedemiddag. Mijn naam is dominee Verschalk Michael. Voor de mensen die mij niet kennen, aan de Evangelische Broedergemeente. Ik wil deze dienst opdragen aan de Heer in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Nodig u uit om met mij te zingen lied 23, Odi Mimoikonu, 23 uit uw liedbundel. Een trouwe vriend woont in de hemel. 2 versen. Yeah.
ons met elkaar bidden. Heere God in de hemel, wij komen voor uw troon van genade deze middag. Rondom het ontzielde lichaam van uw zoon, broeder Kersenberg. Vader in de hemel, wij vragen u, o God, om ook in deze dienst aanwezig te zijn. Onze stille naprediker te zijn, onze harten te troosten, Vader in de hemel. Heer, wij denken in het bijzonder aan zijn dochters, zijn kleinkinderen, alle familie en vrienden zoals we hier zijn, ex-collega's. Hoe wij ook verbonden waren in het leven met hem. Wij vragen u, o God, om uw woord aan ons te geven, zodat wij inderdaad kracht hieruit zullen mogen putten. Wij mogen danken voor wie hij was en wat hij voor ons betekent hier. Zo bidden wij u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Halleluja. Amen. Zingen we verder met elkaar. Lied nummer 14. O Heer mijn God, wanneer ik stil bewonder het groot heelal door uw hand gemaakt. 1, 2, 3, 4 versen. O Heer mijn God. Mijn God. Wanneer ik stil bewonder het groot heelal door uw hand gemaakt. De sterren Wow.
alles wat er gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er onder de zon gebeurt. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Van een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwegen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God werd opgelegd. God heeft alles wat er is op een goede plaats en tijd gegeven. En ook heeft hij de mens in zich in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van het begin tot het einde doorgronden. Ik heb vastgesteld dat het voor de mens goed is. Vastgesteld dat voor de mens het niet goed is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van zijn leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede wat hij moeizaam heeft verworven, dan is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan te voegen en daar is niets vanaf te doen. God doet het zo opdat de mens ontzag voor hem heeft. Wat er is, was er al lang. En wat er zal komen, is er altijd geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Tot zover onze schriftlezing uit Prediker hoofdstuk 3, de zoon van koning Salomo. Wij willen verder zingen met elkaar. Lied nummer 10. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Lied nummer 10. 3 versen. Thank you.
Sneden draai. Jezus biedt ons Jezus biedt ons aan genezing. Hij alleen is die ons draai. Goed, lieve mensen, wij zijn dankbaar dat we lofliederen tot de Heer kunnen opzenden. Ik keek naar uw gezichten en u begon te fronsen. Want u dacht bij uzelf, vers 3 is weggevallen. Ja toch? Maar vanmiddag doen we een beroep op de traditie. En we doen ook een beroep op de eigen kennis, toch? Creativiteit. Of niet? Ja toch? Want ik heb gezien, u hebt gefronst, maar je hebt toch gezongen. Ja? Sommige mensen hebben het daar uitgedaan van, hé, pa, derde vers dit. Ja? Goed. Wij willen nu luisteren naar een, hoe noem je dat? Maar eerst gaan wij de overheid aan het woord laten. In de persoon van haar, zijn dochter. Zijn enige dochter, zoals ze dat schreef. Ja, voor de dominee, mijn enige dochter. En zij heeft natuurlijk van de politieorganisatie het een en ander verteld. Dus dat gaat zij u voorhouden. Politie Suriname van mijn vader Kersenberg Erik John heb ik zijn bevorderingsverloop ontvangen en dat wil ik even aan u allen voorhouden. Natuurlijk was zijn eerder beroep onderwijzer en op een gegeven moment treedt hij op 1 oktober 1974 in dienst van het Korps Politie Suriname. Te rekenen vanaf 30 juni 1975 als aspirant agent van politie. 15 juni tot en met 15 juni 1978 agent van politie derde klas. Daarna was hij vanaf 15 juli 1981 agent van politie tweede klasse. En dan 15 juli 1984, vanaf toen agent van politie eerste klas. En dan gaan we verder, 1 september 1989, brigadier van politie. En op 1 september 1992 was hij majoor van politie. 1 september 1995 onderinspecteur van politie. En op 22 april 2005 inspecteur van politie derde klas. Op 22 april 2008, inspecteur van politie, tweede klas. De opleidingen die hij gevolgd heeft, dat zijn MULO, onderwijsakte, elementaire opleiding, voortgezette opleiding, kaderopleidingen, inspecteursopleiding, pedagogisch-didactische vaardigheden. En de werkervaring die hij in zijn gehele loopbaan heeft doorgemaakt, dat is geweest bij Parketwacht, Algemene Surveillance Dienst, politiepost van het resort Geiersvliet, afdeling strafzaken, werving en opleidingsdocent coördinator was hij hier aan het politieopleidingscentrum. Oké, even kort verder. Op 13 juni 2022 is mijn vader Erik John Kersenberg opgenomen in het regionaal ziekenhuis van Wanica, omdat hij zich wat onwel en zwakjes voelde. Alle testen gedaan, nee, het was geen COVID. En het leek erop alsof hij gewoon wilde opgeven. We hebben allemaal met hem gesproken en hem gezegd, nee, dat kan niet. Je moet flink zijn, je moet sterk zijn, je moet bidden. En hij begon flink te eten en te drinken. En uiteindelijk was hij op 7 juli 2022 ontslagen. En hij leek, alles ging weer helemaal goed. En plots op 14 juli 2022 moest hij door de leiding van het bejaardentehuis waar hij was, met spoed naar de spoedeisende hulp gebracht worden met hoge koorts, omdat hij weer onwel was. Hij werd weer opgenomen in het regionaal ziekenhuis Wanica. En het ging goed en daar weer niet, en daar wel en daar weer niet. En op maandag, wat wel vermeldenswaard is, is dat hij op
6 juli 2022 toen hij in het Wanica ziekenhuis lag. Ja, want ik ben heel vaak gegaan om erop toe te zien dat hij eet, dat hij alles heeft. Ja. En hij zei tegen me, ze zijn me komen halen. Ze zijn me komen halen, maar ik ga nog niet mee. Heb ik gezegd, nee, je moet niet gaan. Je moet hier blijven. Toen heb ik, toen begonnen we te praten en toen vroeg ik hem ook. Ja, heb je de Heer aangenomen, alles. Hij zei, weet je wat, ik ga opnieuw om vergeving vragen. En ik ga opnieuw, ik weet, hij heeft gebeden, hij heeft gezongen. En het lied dat hij had gezongen, wat ik ook had opgenomen, is de Heer is mijn herder. En dit is natuurlijk heel belangrijk en dat geeft mij ook kracht. Waarom? Omdat nu iedereen in het leven krijgt een kans. We weten niet hoe we uit het leven stappen. We weten niet hoe we weggaan. En nu iedereen krijgt de kans, of heeft de kans om op het laatste moment nog om vergeving te vragen. En ja, dat stemt goed dat ik weet voor 100% zeker dat hij bij de Heer is. Of dat de Heer over hem waakt als een goede herder, zoals hij dat heeft gezongen. Hij was natuurlijk een liefdevolle, zorgzame vader, een goed voorbeeldfiguur, dienstbaar aan derden. Ja. Hij was ook lijkenbewassen, voorzitter van zijn vereniging. En ik heb zitten nadenken, ja, hoe zou de wereld eruit zien als deze mensen er niet waren? Als we geen lijkenbewassers hadden en geen drakenmans, en, want soms lijkt het ver van ons bed en we willen er niet aan denken. Maar soms raak je zo geconfronteerd ermee en zie je wat voor een belangrijke taak deze mensen vervullen en hoe liefdevol en dienstbaar zij zijn. Hij is er nu niet meer, we zullen hem enorm missen. En tegelijkertijd heb ik ook wel de kracht gekregen om verder te gaan. Vermeldenswaard verder is dat hij als docent van de opleiding, politieopleiding, 4 lichtingen heeft helpen mogen opleiden. En tot op heden heb ik van al die agenten, en daar hoor ik al de verhalen, mooie herinneringen, te veel om op te noemen. Maar ze zijn allemaal mooie herinneringen geweest. Iedereen heeft mooie herinneringen aan hem. En dat bedoelen ze met, we zullen aan je denken, soms met een lach en soms met een traan. Ja. Natuurlijk moet ik bepaalde mensen meenemen en bedanken voor hun ondersteuning. Sowieso de familie Kersenberg, de heer Brian Woden, de heer Fabian Woodley, de Surinaamse Politiebond, het Korps Politie Suriname, Cambridge International Transport NV, oh ja, niet te vergeten, directie en personeel van het politieopleidingscentrum. Ja. De heer Erik John Kersenberg was een geweldig mens en zo aanstond zullen we hem naar zijn laatste rustplaats begeleiden en mogen zijn ziel in vrede rusten. Yes. Dank u wel. Willen we met elkaar zingen, lied 17. Als hier op aarde mijn werk is gedaan en ik kom veilig aan hemels dus aan. Lied nummer 17. 1, 2, 3, 4. Nee, 3 versen en het refrein. Als hier op aarde mijn werk is gedaan. Hier op aarde mijn werk. Thank you.
Psalm 23, Bijbel, Nieuwe Bijbelvertaling. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten aan groene weiden, hij voert mij naar vredige water. Hij geeft mij nieuw kracht. Hij leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Al gaat mij weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij uit aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Psalm 23, vers 1 tot en met 6. En dan willen we gaan naar Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Daar lezen wij van de goede herder. Werkelijk, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnen gaat, door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief en een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten geleid heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem horen. Iemand anders volgen zij niet. Zij lopen juist van hem weg, omdat zijn stem van vrienden, omdat zij de stem van een vrede niet zullen volgen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze hart in uw welgevallen zijn. De Heer, mijn rots en ons vertrouwen. Amen. Lieve mensen, wij zijn blij dat we vanmiddag hier mogen zijn om onze broeder Kersenberg grafwaarts te dragen op een waardige wijze. En die foto die we hier op het boekje hebben, is werkelijk de manier waarop hij altijd in zijn uniform met zijn, ja, zal ik zeggen, hoed, want mij aan de school toe, dus moet dat gewoon zijn, daar zijn we verkeerd. Maar ik hoop dat broeder Hunte hoed, no? Hoofddeksel, oké, je ziet toch? Tegen de ene korps, dat gaat lolo zijn. Ja, maar zo was hij altijd met zijn hoofddeksel schuins. En wij die opgroeiden in bepaalde leeftijdscategorie, leeftijdsperiode dan, hadden zoiets van, oké, okay, maar die is altijd weer een hoed, like Lief van Cleef. Kent u hem nog? Ja, dat is een hele oude cowboy man die dus zijn hoed op een schuine manier aantrok. Maar goed, een vriendelijke man. Ik heb hem niet echt van dichtbij meegemaakt, maar kon altijd genieten van zijn aanwezigheid, vooral wanneer het gaat om muziek en politiekapel. Lezende zijn levensloop werd ik trots, want op een gegeven moment heeft de man ook in mijn district gewoond en gewerkt. En dat is het beste district van heel Suriname, dat weet u toch? Ja. Ja, ik weet dat sommige mensen vinden dat ik me aanstel, maar u weet welk district dat is? Ja? Noemt u dat? Ja, halleluja, dat zijn we misschien. Ja, toch, de man heeft in mijn district, en waarschijnlijk heeft hij de grootste deel van zijn carrière opgebouwd in die keer. Want die keer heeft hij de voedingsstof. Ja, toch? Nou, toch door. Je bent het met me eens, want je hebt corona.
Okay, nee, 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 oké, oké. Nou, en dan inderdaad, het is ook prettig om te horen dat het iemand is die bereid is om zijn kennis en zijn vaardigheden over te dragen aan anderen. Als je vier lichtingen hebt mogen vormen, heb je er minstens 300 mensen in de samenleving gegooid om samen met ons die samenleving veilig te houden. Overdracht. Een heleboel mensen hebben kennis, maar ze dragen niet graag over. En dan mag ik als predikant hem één of twee keer hebben meegemaakt als aflegger. Hè, waarbij hij dan in zijn lange witte jas bezig is met al zijn broeders en zusters om inderdaad. Wat zou het betekenen als we geen afleggers hadden? Ik had een keer een verhaal gehoord van een jonge man die te kennen gegeven had dat hij graag aflegger wilde worden. En hij zou het kunnen doen. En hij kwam naar die groep en hij kwam naar zijn oom en hij zei, oom, je wordt wel aflegger enzovoort. En die oom zei, boy, asana nof alas, maar nee, mama. En op een gegeven ogenblik was er een zware aanrijding waarbij ledematen losgingen enzovoort. En zijn oom heeft hem juist die avond gebracht naar het mortuarium om samen met hem dat werk te doen. En we hebben begrepen dat die jongen zei aan zijn oom dadelijk, oom mij kom, ik wil even weten. En nog steeds aan het draaien op bakken. Want dat is inderdaad niet voor hem. Sinds ik wou weten, die taal aan het draaien. Dus wat zou het betekenen als deze mensen er niet waren, inderdaad. En dan een hele mooie professie, een hele moeilijke professie, maar dat is dan de politiedienst. Hè? U weet, u en ik weten hoe wij ervaren de politie. Sommige momenten zijn ze onze beste kameraad, gaan we doen. Ja toch, daar zijn we blij met ze. En andere momenten, als ze niet komen opdagen, en ons zeggen van er is geen auto, broeder Hunter, dan zijn we niet je vriend meer. En natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld een bromfiets verloren op de Grote Staatskerk. Ik heb aangifte gedaan. En ik heb nooit meer wat van jullie gehoord. Maar goed, dat kan. Die bromfiets is veel te klein. En, dus dat kan. Maar een interessante professie. Een interessante professie in onze samenleving. Hè, om die samenleving op rails te houden, te helpen houden. Want dit is een gezamenlijke aangelegenheid voor ons beiden. Nou, en ik heb u dus voorgelezen vandaag, Prediker hoofdstuk 3. En Prediker hoofdstuk 3 die vertelt ons dat als wij leven, wij ons leven op een mooie manier moeten inkleden. Wij ons leven op een correcte manier, niet alleen maar ook een waardevolle manier moeten inkleden. En hoe kunnen we dat doen? Door de juiste seizoenen in ons leven te ontdekken. Door te zien dat die er is. U sprak erover, mensen willen zich niet voorbereiden op de dood. Ja, mensen willen zich niet voorbereiden op de dood. De meeste van ons, wij proberen dat te ontwijken. Ja, niemand van ons wil vroeg sterven. Ik ga met u zingen, u gaat zien dat ik gelijk heb. Zing met me mee, a cappella hoor. Het was op een dag bij het meer. En hij gooide. Aha. Oké, en nu komt het. Stop. Atetikba. Vos oesinga or refrain. Nee. Ik ben nog een pressie. Ja toch? Ga je mee. Het was op een dag bij het meer. Simon Petrus was druk in de weer. Jezus komt en Jezus vraagt hem. Ga je mee? En wat zegt hij? Nee, Onego. Want Jezus kaas Simon Petrus voor dede. En dat doet dat. Ja toch? Nee. Jezus kaas Simon Petrus voor trouwang. Discipelving. Zoals bijvoorbeeld vandaag aan ons gezegd wordt. Dat wij lichtend zout moeten zijn. We moeten in de periode dat we leven een lichtpunt zijn voor elkaar. We gaan een ander lied zingen. Dat lied is Outro, Peking Fuleti, Schijna Kondre alla per, Meki Furu Potisili, Sabi Peda Hel. Dat is niet zo bedreigend, hè? Hoe je een omtoon, Pekin, Fulet, is niet zo bedreigend.
Maar als we denken aan ga je mee, dan denken we allemaal aan de dood. En ik kan me dat voorstellen als ik in het hospitaal kom bij mijn vader en hij zegt, die anderen zijn me komen halen. U weet wat hij bedoelt. En natuurlijk. Dat betekent dat Aladdin trouw aan die guafissie, den kom bakken. En natuurlijk, ze zijn hem komen halen. En ook hij zei, maar meneer Goethe. En natuurlijk. Ja, dus hoe is het? Hoe heeft het een historie dat hij om te gaan? Maar, wat zegt de Bijbel ons? Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en te werken en te investeren. Een tijd om te oosten. Een tijd om boos te worden. En een tijd om heel, ik neem aan dat een heleboel familieleden naar je toe zijn gekomen om je te poweren, nietwaar. En sommigen hebben vaak de woorden, maar je moet loslaten hoor. Is dat toch? Die heb ik direct nu loslaten. En natuurlijk. He, wat zegt de Bijbel? Soms moet je je mond houden. Soms moet je gewoon komen. Ik brasa trouwen. Ik hoor je me voor. Want het is goed bedoeld. Ik heb een vriend, hij houdt ervan om het steeds aan mensen te zeggen. Bij het graf. En ik hoop niet dat ik het vanmiddag doe. Wie niet wil sterven, moet nooit geboren zijn. Een vrouw tegen mij zei dat die mijn ma deed. En ik had zoiets van, oké, dus dan mijn ma schuld dat hij deed. En dat doe dat. Want ik van, nou ben geboren nooit. Nou, worden dit. En dat doen. Nou, soms moet je je mond houden. Soms moet je omhelzen. Soms moet je die brasa geven. Soms moet je het niet doen. Oké. Nou, dat is eerst de eerste tekst die we hebben gebruikt. De tweede is een van de favoriete teksten van onze broeder Kersenberg. Want hij had twee. Psalm 23 en Psalm 18. Maar Psalm 18 is een beetje lang. Psalm 23, die kennen we allemaal. Al die mensen die willen meegaan met Jezus Christus, die kennen dat. En we gaan dat samen opzeggen. Kunnen we dat doen? Ja, de mensen die... Ja. Psalm 23. Misabim. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt mij aan rustige water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte spoor om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zij bij mij. U stof en uw staf die vertroost mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwt. Gij zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte vandaag. Het mooie van deze psalm dat u zo vlot hebt mee. Geciteerd, is diezelfde Heer die zegt, ga je mee, als Jezus je roept, ga je mee, en Jezus, hij trekt met je mee. Dus we hoeven niet bang te zijn, we hoeven absoluut niet bang te zijn om met Jezus mee te gaan, want het leven begint bij hem. Aan het gedaan, ja toch? Het leven begint bij hem. Hij is de alfa, hij is de omega. Hij is degene die de tijden en de gelegenheden aan ons geeft. En wij mogen op hem vertrouwen. Hij is ook de goede herder die ons begeleidt in ons leven. Wanneer we onderwijzer zijn geweest, wanneer we politieagent zijn geweest, wanneer we verpleegkundige zijn geweest, is het diezelfde herder, die goede herder, die ons leidt en begeleidt en ons helpt om een lichtpunt te zijn in de wereld. En ik denk dat het goed is, we hebben verdriet en we gaan dat verdriet niet wegpraten. Dat is gekheid. Verdriet is verdriet, want we hebben van onze vader gehouden. En als zijn liefde ophoudt te bestaan, dan gaan wij rouwen. Maar wij gaan ook zijn liefde vieren. Want een liefdevolle vader die zich heeft ingezet voor mens en wereld, is een liefde dat gevierd mag worden. En wij kijken uit. Want zijn favoriete psalm eindigt met de woorden, en ik zal verblijven in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Met andere woorden, we bidden, hij heeft het zelf gezegd, dat betekent dat tenminste toen lees hij, één toen het niet wist, heeft hij hem vergiffenis gevraagd. En toen heeft hij jou gezekerd, ik ga opnieuw vragen om vergiffenis. Dat betekent dat Kersenberg met beide benen op de grond stond. Asabi. Laat me uw handen zien als u denkt dat u geen zonde heeft. Laat me zien. De mensen die geen zonde hebben.
Als er iemand is die geen zonde heeft, ja, vanmiddag 100 euro uw abnamie. En ergens, nee, dat na twee is weg. Ergens ben ik blij dat alle mensen zonde hebben, want dat 100 euro minabie. Ja toch, maar wat zegt Kerstenberg? Hij zegt, luister Boedoe, ze zijn me komen halen, ik zie mijn familieleden. Laatst was er een TikTok filmpje waar een mevrouw aan het uitleggen was wat dat ding is, het fenomeen dat alle mensen meemaken. Of je nou hindoe, moslim, christen bent, aan het eind van jouw leven heb je de neiging, we weten niet wat het is, om de familieleden die ons voor zijn gegaan te zien. We don't know what that is. In ieder geval, hij is bereid geweest om te zeggen, mijn kind, ik heb gezondigd en ik zal God vragen om vergiffenis. En als je God vraagt om vergiffenis, wat zegt hij? Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En het mooie ervan is, dat wij, wanneer wij onze geliefde grafwaarts moeten dragen, dat we die hoop hebben. 1 Korinthe 5 zegt, zolang wij een aardse lichaam hebben, hebben we het moeilijk. Maar wij zullen een hemels lichaam krijgen van de Heer. Hij zal ons niet in de dood achterlaten. En dat hemels lichaam gaat gekoppeld met een hemels leven. Het hemels leven is het eeuwig leven. Laten we blij zijn voor het eeuwig leven. En laten we blij zijn voor de werkingen van de Heilige Geest. Hè, en ook van de achievements die deze man heeft doorlopen. Een echte politieman die door de ranks heen is gegaan, van aspirant naar uiteindelijk inspecteur. Wij mogen daar trots op zijn. En het is een voorbeeld voor ons, want we zijn ook in de voetsporen van pa gegaan. Hè? Alleen we zijn achter die groene tafel gaan staan. Nou, natuurlijk. Ja, toch? Dus hij bracht ze naar binnen. En daarom kon zijn dochter vandaag zo'n lange levensloop lezen. Iemand kwam en zei, zo'n lang verhaal. Maar als we het systeem dan, aan het wel. We lezen wel een lange voor ons noos, maar niet begrijp zou wij dat. Maar goed, we danken de Heer daarvoor. We danken voor het feit dat Hij ons het voorbeeld gegeven heeft. En Hij kon zijn ogen sluiten, wetende dat it will be well with His soul and with our soul. Ja? Amen. Jezus, mijn verlossen lief, zal als Hij onsterfelijk wezen. Jezus, mijn verlossen lief, zal als Hij onsterfelijk wezen. Zijn waar Hij mijn heiland lief, zijn waar Hij mijn heiland lief. Waarom zal ik dan nog vrezen? Zo is dan. Heerlijk hoofd is opgewekt. Heerlijk hoofd is opgewekt. Dat zijn leden tot zich trekt. Dat zijn leden tot zich trekt. Wij bidden, onze Vader, die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden. Leef in de hemel, als zo hoog op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Leef ook wij vergeven onze schulden. Leef ons niet in de schuld. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwige. Ontvang de zegen van de Heer over uw lieve. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef aan u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mogen de Heer u sterken en hem helpen te ontlopen. Mag weer plaatsnemen? Mag ik de mensen vragen die nog geen afscheid hebben genomen, in de gelegenheid stellen om dat nu te doen?
Als u nog geen afscheid hebt genomen, mag u dan langs de familie en langs de kist om afscheid te nemen. Alsjeblieft. Thank you.
Ni con el loco hay que ver.
Mijn zuster en we zijn bezig, ik ben aan het werk. Er is werk uren geen bezoek. Kom maar. Ik ga het niet doen. Come.
Bless Israel.
Thank you.
song. Thank you.
Next. Hoi. Next. Banga sa niya. Thank you.
opgemerkt, een korte onderbreking. Onze plichtpleging. Ik voelde mij eigenlijk ook nog verplicht om dit te moeten doen en dat ik in de gelegenheid bestel om dat te doen. Ik zeg dat omdat ik een heel nauwe, goede, heerlijke, prettige tijd met Erik heb doorgebracht. Ik heb hem niet in de foresterie direct leren kennen, maar daar zijn we echt de broers geworden van elkaar. Helaas, de laatste dagen van hem heb ik niet met hem kunnen delen zijn nood. Maar ja, van verre geestelijk dan doe je mee. Ik ga ervan uit dat hij nu echt tevreden mag zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij uit zijn lijden is en dat hij een heerlijke toekomst hem tegemoet staat. En wanneer we elkaar terug zullen vinden, terug zullen ontmoeten, denk ik dat hij met bazuin geschaald ons zou zeggen van kom. Maar ja, ik zou zeggen Erik, ga heen, rust in vrede, laat al het aardse achter en wij bidden voor de tekortkomingen van jou. Iedere mens, ik zei het al, wie zonder zonde is die werpen de eerste steen. Niemand hier zou dat kunnen. Erik, ga je naar vrede. Sterkte nogmaals mensen, ja? Yeah.
naar internet. Je hebt gelukkig naar internet. De lusuur had dat gisteren nog problemen. Landelijk. Thank you.
are here.